Zo, Mental Team on the Road zit erop. Ja, we hebben even een dagje gehad, zeg. We zijn begonnen in Saasveld, in Bruins. Een zaak die op zondag altijd heel vol zit. Hartstikke druk. En die dacht, nou, we gaan op zaterdag eens even een feestje geven met Charlie Lones en Mental Theo. Dat hebben ze geweten. Mensen uit de zaak trokken shirt aangedaan van Bruins om mee te helpen. Zo druk was het. En zo gezellig en zo'n geweldige sfeer. En dan mensen die helemaal uit Limburg kwamen. Speciaal voor een Charlie Lones feestje in Saasveld. Dat is denk ik 2500 kilometer rijden. Maar zo'n gezellig feest, zo'n ouderwets Charlie en Theo feestje. En ja, Charlie, dus Ramon, en ik waren echt onwijs blij ermee. Je zult denken, ja, waarom sta je nou met die achterlijke capuchon op? Het andere feest waar we vanavond hebben gehad was in Rodenburg in Beest. Daar kom ik al heel veel jaren en vanavond was het... Ja, ik kwam binnen, het was freestyle en een beetje 90's. Maar die jongen die voor me draaide zo geweldig. En ik kom daar in één keer, het stond echt een freestyle vibe. Een beetje trap, een beetje springen. Dus dan, ja, ik ben daar begonnen. Het eerste uur heb ik de boel zo gesloopt. Mensen waren zo waanzinnig. Wat een goede sfeer hangt er tegenwoordig in de Rodenburg in Beest. En de boys die daar de boel runden voor mij, hey, helemaal top. Vooral de broodjes kaas op het eind waren goud. Oh, in ieder geval, ik ben dus zeik en zeik nat van dit feestje. Het is nu 4:15. Het houdt in snel naar huis toe, spullen pakken, want ik moet om 6:00 moet ik weer naar de luchthaven toe, want ik moet morgen draaien in Frankrijk. Dus tot zover Mental Team on the Road. Ik ga snel naar huis toe. De mazzel en tot snel. Ik vond het waanzinnig gezellig. Dankjewel iedereen. Doei. Rijden, Pieter.